Ik ben Michelle Talsma van de STOWA, onderzoekscoördinator daar voor watersystemen. In 2006 hebben de waterschappen een hele mooie ambitie neergelegd rondom water en energie. En dat is vastgelegd in de Green Deal. En ik heb daar een boekje van bij. En in die Green Deal is ook afgesproken dat er een onderzoeksprogramma komt. Dus wij willen de waterschappen stimuleren om de afspraken uit de Green Deal, waarin de staat van in 2020 willen wij voor 40% in onze eigen energiebehoeften voorzien. Dan willen we ze bij ondersteunen met onderzoek van hoe doe je dat dan? En daar speelt ook nog heel erg de vraag van welke rol heb ik nou als waterbeheerder in dat hele energiedossier? Wil ik mijn assets, dus het watersysteem, wil ik dat openstellen voor energieleveranciers? Of wil ik misschien zelf wel energieleverancier worden? Dus daar is nog wel een vraag over de rol die het waterschap erin wil spelen. Maar ondertussen willen we natuurlijk ook gewoon aan de slag. Dus we hebben ook een aantal projecten al gestart rondom energiebesparen. Bijvoorbeeld het project Slim Malen. En een ander project is dat we ook met de Rijkswaterstaat onder andere gaan starten, is onderzoek naar drijvende zonnepanelen. Wat levert dat nou op? Dus we zijn al goed op weg. We hebben een start gemaakt met een aantal projecten, maar we willen dus opschalen. En vandaar dus ook deze dag, die met name wel technologie gedreven is, van nou zijn er al bedrijven aan de slag met dit onderwerp. En ligt er bijvoorbeeld al een techniek op de plank die we nu al kunnen implementeren in het waterbeheer. Dus daar proberen we met zo'n dag, een soort matchmaking, proberen we daar de energie voor te krijgen. En tot een volgende stap te komen, dat we ook gezamenlijk projecten gaan doen. We zijn blij met waterschappen die hun nek uit willen steken en zeggen, nou wij willen als eerste wel die techniek toe gaan passen. Maar uiteindelijk moet het wel potentie hebben voor andere waterschappen. Nou, de volgende vraag is dus dat we gaan kijken van nou, zijn er waterschappen ook echt geïnteresseerd in bepaalde technieken? En kunnen we dan kijken of we daar een project mee kunnen starten? Nou, en STOWA kan ons meer middel bieden of wat extra onderzoekbudget om ook echt de projecten van de grond te krijgen. Uiteindelijk moet het niet allemaal in subsidie gedreven zijn, maar moet het ook echt wat op gaan leveren aan het waterschap, maar ook aan de maatschappij.